Welkom terug, beste leerlingen. Het vorige filmpje heb ik met deze slide afgesloten. En ik heb jullie daarbij verteld dat je links een katholieke kerk ziet en rechts een protestantse kerk. Als je ooit zo eens een kerk in Nederland of in Duitsland binnenwandelt, dan ga je het heel snel kunnen herkennen of het een katholieke of een protestantse kerk is. Protestantse kerken, al waren ze vaak eerst katholiek, zijn helemaal leeggehaald van alle mogelijke afbeeldingen van heiligen en zo. Want hun redenering is van kijk, en ze hebben ergens wel een klein punt natuurlijk. Een heilige vereren is eigenlijk een beetje hetzelfde als een andere god vereren. En dan komen we eigenlijk terug in het straatje van polytheïsme. Er is maar één god en dat is God de Vader. En dus al die heiligen wil men eruit halen. Terwijl in een katholieke kerk zie je die nog steeds allemaal aan de muur en aan de wand of aan de pilaren of waar dan ook, zie je die nog allemaal vertegenwoordigd. Nu, op het einde van het vorig filmpje sprak ik ook al van het protestantisme of het protestants geloof. Nu, het protestantisme, je hoort er meteen ook het woord protest in. En het protestantisme zijn al die stromingen die ontstaan in de nieuwe tijd als reactie op de nieuwe op de kerk eigenlijk. Dus Luther en Calvin krijgen op een bepaald moment ruzie en ze stichten alle twee apart een stroming. En beide stromingen noemen we het protestantisme. Maar je mag niet vergeten dat ook daar weer al verschillen onderling zijn. Ze zijn allemaal christelijk, ze geloven allemaal in God en in Jezus en in de Bijbel, maar al de rest rond is enigszins afwisselend. Maar is het protestantisme, er zijn nog stromingen. De New Church of England bijvoorbeeld is ook een van die protestantse stromingen die dan ontstaat. Je moet maar eens een keer Henry VIII opzoeken met zijn 6 verschillende vrouwen. Het is een zeer boeiend verhaal hoe de kerk van Engeland uiteindelijk ontstaat. Maar daar hebben we hier nu geen tijd voor. Nu, de kerk gaat in reactie treden. De kerk kan er eigenlijk niet mee lachen. En wat gaan ze doen? Ze gaan een concilie samenroepen in Trent. Trent is een bepaalde stad. En een concilie, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat alle hoge pieven van de kerk, dus de kardinalen, de bisschoppen en de paus natuurlijk zelf, dat die gaan samenzitten en een debat gaan houden. Aanvankelijk nodigen ze ook Luther en Calvin en al die andere protestanten uit. Wat ze dus eigenlijk helemaal niet wilden. Men wil dus wel degelijk een dialoog aangaan. Maar het is niet succesvol. De kerk wil geen toegaves doen. En dus het blijft. De kerk, Rooms-Katholieke kerk, blijft. En de protestanten gaan hun eigen weg. Niemand wil water bij de wijn doen. En dus zo krijgen we die uiteindelijke rigoureuze splitsing in kerkelijke stromingen. Voor de katholieke kerk blijft de paus de absolute leider. En de heilige verering blijft bestaan. Met de heilige verering, daar komt veel bij kijken. En dat wil ook zeggen dat niet alleen het eerder polytheïstische kantje van de katholieke kerk blijft bestaan, maar ook al die extra geschriften en al die extra dogma's. En een dogma is iets dat de kerk de mensen oplegt. Een belangrijk dogma bijvoorbeeld is het feit dat Maria een maagd was toen ze beviel. Niemand is daar natuurlijk 100% zeker van, maar het is wel een belangrijk onderdeel van het geloof. Ik ga deze PowerPoint ook online plaatsen en je kan altijd deze op deze link klikken. Je ziet dan een Wikipedia-pagina verschijnen met een lijst van alle christelijke heiligen. Schrik niet, die lijst is gigantisch lang en die wordt per jaar langer, want er komen steeds heiligen bij. Mensen die dus iets belangrijk gedaan hebben. Je ziet hier ook een klein stukje uit een schilderij waar je een deeltje maar van al die heiligen ziet, die je dus makkelijk kan herkennen aan het aureooltje rond hun hoofd, die gouden cirkel. En zo komt dus de contra-reformatie. De kerk gaat tegenreageren. Dus ze gaan wel een aantal dingen doen. Ze gaan het wel proberen beter te maken. Dat toch wel. En wat doen ze? Men gaat bisschoppen vanaf nu naar een universiteit sturen en men gaat een verblijfsverplichting geven. Vroeger was een bisschop, goh, dat was een adellijke jongen, die veelal geen bisschop wou zijn, die kon gaan en staan waar hij wilde en zelfs niet eens een opleiding moest volgen. Dat is nu wel even anders. Men gaat een bisschop echt verplichten om naar een universiteit te gaan. En men gaat die ook plaatsen in een stad en daar moet hij dan blijven. In plaats van dat hij van hoek naar her kan gaan en dus eigenlijk helemaal niet bezig is met het volk. Priesters, ook zij krijgen vanaf nu een verplichte opleiding. En dat noemen we een seminarie. En je ziet hier, zie je zo, een priesteropleiding. Ondertussen bestaan die nog steeds, al zijn ze natuurlijk een heel pak leger. Maar het bestaat nog altijd. En men gaat ook een nieuwe kloosterorde stichten. Je weet dat al die mannen en al die vrouwen, ja, die wonen allemaal samen in een klooster. Maar er waren allemaal verschillende strekkingen in. Nu sticht de kerk voor de allereerste keer haar eigen
strekking. En we noemen hen de Jezuïeten. Ze zitten hier. Het is een seminar van de Jezuïeten. En de Jezuïeten zijn eigenlijk een heel strenge orde. Maar goed, de kerk heeft dus een klein beetje geluisterd en gaat proberen degenen die binnen de kerk belangrijk zijn, toch wel beter op te leiden. En dus slimmer te maken. Het gevolg is echter wel dat de kerk daardoor nog meer controle krijgt op de mensen. Want ja, ze krijgt nog meer controle over de mensen die in de kerk stappen. En ook nog meer over de mensen zelf, want iedereen moet nu luisteren naar die geleerde mannen. Dus het is een beetje dubbel. Het levert kerk, zoals altijd, bij de kerk wel weer opnieuw voordelen op. En we krijgen ook een nieuwe strekking binnen de kunst, die we barok noemen. Denk nog even terug aan die neutrale protestantse kerk. Wat gaat de kerk doen? De kerk gaat het compleet tegenovergestelde doen en sticht de barok. En de barok, die kan je, we hebben ook enkele barokke kerken in Mechelen, die kan je makkelijk herkennen aan al dat goud, enorm veel schilderijen, heel veel tierlantijntjes, gebogen lijnen, schelpjes. Het doet ook zeer Romeins aan met momenten. Hier zie je zo'n klassiek barokke zaal. Wandschilderingen, alles is wit en goud. Dus in plaats van het protestantisme waar men zeer puriteins gaat, zoals ze dat noemen, zeer sober, zeer neutraal, ook in kledij. De protestanten gaan zich niet meer mooi kleden, gewoon zwart en wit, geen versiersels, gewoon een leven dicht bij God. De kerk doet het compleet omgesteld, ze gaat pracht en praal, chique gewaden, goud in de kerken, heel veel standbeelden en zo verder, om de mensen toch maar te overtuigen van de enorme goedheid van de kerk. Kijk even hier, zie je nog zo'n fantastisch voorbeeld. Dit is de deuropening en dit is de uiteindelijke deur. Dat stukje daar. Dus je ziet al meteen hoe groot men die gebouwen uiteindelijk probeert te bouwen. Nu, wat is het gevolg van die reformatie en van die contra-reformatie? Wat is natuurlijk voor ons nu belangrijk? Wel, die contra-reformatie die was uiteindelijk succesvol, vooral in landen zoals Italië, Spanje, Polen en Oostenrijk. Je ziet hier ook een kaartje, niet van de vorige paus, maar van de paus daarvoor. En hij was een Pool. En de mensen daar hebben kaartjes van de paus. Ze hebben hem vaak ook ophangen in hun huis. Daar is de paus nog zeer belangrijk. En dat zie je ook in de kerken. Je ziet de kerken zijn daar vol met heilige beelden. De steden zijn vernoemd naar heiligen. Je ziet dat overal verschijnen. In Nederland, Frankrijk en het Duitse Rijk is het eerder een bron van ruzie en oorlog. Er zijn heel wat oorlogen gevoerd over deze reformatie en deze contra-reformatie. En in België, daar zien we uiteindelijk dat hier bij ons slaagt het protestantisme niet zo sterk aan. We hebben hier weinig protestantse kerken. Ze zijn er wel. Er zijn ook protestanten. Maar het is wel iets helemaal anders. Wij blijven veelal Rooms-Katholiek. Niet zo sterk als Italië, Spanje, Polen en Oostenrijk, maar grotendeels wel. Nederland en Frankrijk worden erg protestants, al haat Frankrijk ook een beetje zoals wij zijn. En in Duitsland nu vind je ook beide. Je kan perfect in stadjes twee kerken tegen elkaar gebouwd tegenkomen. De ene protestant, de andere katholiek. En dat heeft dus heel veel twisten en ruzie aan barst tot gevolg. En je kan letterlijk in Duitsland van het een naar het andere dorpje rijden met de auto. En het ene dorpje, daar ga je heilige beelden zien, in het andere dorpje ineens niet meer. Dus men ziet dat men echt tegen één op. Ondertussen is er geen niet echt meer ruzie in te vinden. En is er weinig ruzie nog binnen het christendom. Maar het heeft dus een enorm gevolg gehad. En Engeland, zoals ik al zei, is een buitenbeentje met Henry de VIII. Daar komt ook het protestantisme om. Je moet maar even opzoeken waarom. En daar wordt iedereen ook verplicht protestant te zijn. Ondertussen wordt ook het katholicisme daar weer toegelaten. Dus je krijgt een hele broeihard aan religieuze twisten, aan ruzie, aan problemen, gezinnen die uit elkaar getrokken worden, want de zoon wil per se dit en de ouders willen per se dat. Je krijgt natuurlijk economisch ook. De ene bekeert zich tot het lutheranisme, omdat dat economisch nu eenmaal voordelig is. De andere kan daar niet mee lachen, want die vindt dat je dat moet doen uit geloofsovertuiging en zo verder. Je kent die twisten wel. Ook vandaag spelen die nog veelal in andere religies op dit moment, maar ze waren er dus ook binnen het christendom. Ziezo, dat was het. Op dit moment zouden jullie in staat moeten kunnen zijn om al heel wat zaken in de cursus in te vullen. En eventueel de fragmenten ook te bekijken in de cursus, die je dus kan bekijken via Pelkmans portaal.
Veel succes en tot na de vakantie!